Lelies zijn voor mij een geweldige, prachtige bloemen, want die zijn elegant en chic. En ik vind het een oude bloem. Dus die is sinds de 18e eeuw is die al in de tuinen te vinden. En dat spreekt mij enorm aan. Ik ga nu een liefdesboeketje maken. Puur alleen van lelies. Ik ga de bladeren weer van de lelies verwijderen. Omdat ik dat gewoon allermooiste vind. Dit is ook mijn lievelingslelie. Dit is een van de ouderwetse vormen. Die heeft die prachtige kelk. Die is echt fantastisch. Die bloemen ga ik weer stuk voor stuk eerst kaal maken. Anders kan ik mijn boeket niet maken. Dus weer zorgvuldig alle blaadjes eraf halen. De kleuren, dat roze rood, dat vind ik echt helemaal passen bij de liefde. Helemaal rood vind ik altijd een beetje saai. Dus ik vind die mengeling van kleuren die overlopen, vind ik veel bijzonderder. Ik ga alle bloemen in elkaar schuiven. En ik leg steel voor steel, als het ware, tussen de anderen. En zo ontstaat er de open en gesloten bloemen. Zie je al dat er iets ontstaat wat heel leuk is? Ik vind altijd als je bloemen cadeau geeft, dan moeten eigenlijk bloemen nooit zo heel erg rauw zijn. Het is mooi als je bloemen geeft dat ze kleur hebben. Dat ziet er ook veel bijzonderder uit met kleur. Stel je voor dat je gesloten bloemen geeft. Dat kan eigenlijk niet. Als je het boeket maakt, dan moet je zorgen dat je de verdeling, zeg maar, heel speciaal maakt. Dus dat je de verdeling, dat je kijkt hoe de bloemen ertussen voegen. Want anders ontstaat er misschien een gat. En dat is met open en gesloten bloemen wat lastiger. Maar ze komen natuurlijk allemaal open. Zo draai je hem ook rond. En op de plekken waar je denkt dat het nodig is, ga je de bloemen. Zo zie je eigenlijk al. Ik heb ze nu met twee handen vast. Wat ik ga doen, zometeen met lint, ga ik dit helemaal vastmaken. Dat ik eigenlijk een heel langstelig lelieboeket krijg. Ik heb daarvoor watervast lint. Heel mooi transparant lint. Het voordeel daarvan is dat het in het water kan blijven staan. Ik laat een stuk lint langs de steel, laat ik gewoon eigenlijk vrijblijvend hangen. En dan ga ik er van bovenaf naar beneden, ga ik hem vastzetten. En vrij strak langs de bovenkant van de lelie draai je hem dus vast. Je houdt met één hand goed het boeket vast. Met de andere hand draai je, dat is bij mij makkelijk, ik heb heel lange armen. Maar op deze manier ga je hem vastzetten. En als je dan een begin hebt gemaakt, dan kan je hem eigenlijk vrij makkelijk doordraaien. En dan zie je ook wat kleur meteen doet. Een toevoeging van kleur bij de bloem. En je gaat helemaal, draait hem helemaal door naar beneden. Zo krijg ik bijna een zuurstok als steel. Ik vind het leuk om op een gegeven moment te stoppen. En dan ga ik zo meteen aan het einde van de steel verder. Dus ik knip er nu even af. Ik bind hem hier met het loshangende stuk waar ik mee begonnen was, bind ik hem vast. Zo. En nog een knoopje. Dit knippen we weer af. Gaan we zo meteen nog verfijnen. En ik ga verder. Ik ga nog even verder, want ik wil nog zo'n stukje kleur hebben. Hetzelfde manier, we laten het lint aan de onderkant langs de steel lopen en we draaien er weer omheen. Wat ik nu nog ga doen, is hem eerst gelijk knippen. Ik zet hem heel eventjes apart in de vaas, in de emmer. En ik ga nog met losse linten hem nog wat frivolen maken. We bereiden eerst wat linten voor.
Ondertussen zit er ongeveer één rol lint in, dus dat is 25 meter. Dus je pakt je stuk lint en je schuift hem onder de leliebloem door. Naar het steeltje. En dan leg je een knoopje. Eén knoopje is voldoende. Niet te strak, dan blijft hij gewoon zitten. Zo, dan gaan we eens even kijken hoe het er ondertussen uitziet. Het is al heel leuk als je hem al zo ziet. Dan ziet het er al heel leuk uit. Met de linten die vallen natuurlijk naar beneden. Je draait een beetje de linten er doorheen. Ik wil hier van boven toch nog wat lint toevoegen. Ik ga om de steel van de knop. Wat natuurlijk ontzettend leuk is als je je vriendin of je vriend een leuke cadeau wil geven. Dan als je hierboven in zo'n boeket een ringetje of een ander presentje doet, is dat natuurlijk ontzettend leuk liefdesboeket. De ware liefde om cadeau te geven.